Hallo dames en heren, we staan hier voor Galerie de Winkel. Ik heb zojuist de etalage eruit opnieuw ingericht. Een beetje in een herfstachtig schilderij. Het is tenslotte ook herfst. En ik heb hier wat verschillende werkjes staan. Stadsgezichten en nog een zeegezicht. Om even te laten zien wat hier allemaal binnen te zien is. En de deur staat al open en ik zal u even naar binnen leiden. Om te laten zien wat u allemaal kunt verwachten in Galerie de Winkel. En hier zien we dan een groot werk wat ik heb gemaakt van een bos. Ik schilder graag bossen. En dit is dan in Diepenheim. Ik heb dit niet buiten geschilderd. Ik heb daar wel heel veel geschilderd en ook heel veel buiten. En al die studies en fotomateriaal neem ik dan weer mee. En ik heb dit binnen gemaakt. Dit is dan een atelierwerk. Het is 1x2. Zo groot waag ik het niet buiten. Dat is mij net een beetje te veel van het goede. Dit vereist toch wat meer voorbereiding en duurt ook allemaal wat langer om dit voor elkaar te krijgen, zodat al die omstandigheden eigenlijk al lang weer veranderd zijn. Hè, zoals het licht wat je hier ziet, dit is toch altijd een korte momentopname. En dat is ook wat me juist aanspreekt in zo'n bos, is dat het eigenlijk continu verandert. Het licht is continu anders. Dit is een beetje zo'n eind van de middag licht in een bos en dat zwingerisje, dat spreekt me dan bijzonder aan. Dit is een heel ander gedeelte van het werk wat ik maak, een heel ander onderwerp. Dit zijn stadsgezichten. Ik heb hier een aantal bij elkaar staan. Stadsgezichten vind ik ook heel aantrekkelijk om te doen, juist vanwege die drukte en die reuring die je kan vinden in de stad. Ik schuw daarom de containers, prullenbakken en slecht geparkeerde fietsen ook niet. Ik vind het altijd wel mooi om dat erbij te doen. Dat geeft juist die extra drukte die zo'n stad heeft. En het moet niet te nostalgisch zijn. Dus ik vind het wel leuk om het heel hedendaags te houden. Dus er mogen best wat stoplichten in voorkomen en kromgebogen verkeersborden. Zoals hier van een of andere wegomleiding. Bij die schemerdingetjes vind ik het dan wel weer heel aantrekkelijk, juist dat die lampjes zo prominent in het werk aanwezig zijn. En wat dat wel een klein beetje stemmig maakt. Dit is een werkje wat ik heb gemaakt bij vrienden in de schuur. Ja, dat is zo'n toevalsdingetje dat je daarom bent en dan vallen je op een gegeven moment bepaalde dingen op. Dan wordt het een beeld wat je graag wil vastleggen. En dit is dan ook zo'n dingetje. Dat komt door die, denk ik dan toch, doordat er gewoon geleefd wordt en dingen verplaatst. Dus alles heeft zo'n soort willekeur. Die bus die staat daar geparkeerd en die trekker staat er half voor. En dat van het ingekelde gras. Dat is zoals het echte leven ook is. Hè? Ook weer een soort van momentopname. Dat spreekt me wel aan. Het is dan wel weer een uitzonderingswerkje wat ik heb gemaakt hier. Dit schilder ik eigenlijk niet zo heel vaak. Het is uiteraard het Groninger landschap. Nou ja, uiteraard. Het had natuurlijk ook wel ergens anders in Nederland kunnen zijn. Maar het is wel een typisch Hollands landschapje. En waarom doe ik dat niet zo vaak? Omdat het voor mij toch een klein beetje riekt naar nostalgie. Dat is toch iets wat ik een beetje schuw. Er is eigenlijk helemaal niks mis mee met het thema. Alleen er wordt vrij veel gedaan. Ik probeer altijd toch vaak net wat andere dingen vast te leggen. Maar af en toe is het dan toch wel aantrekkelijk. Aangezien ik toch in Groningen woon. En dit soort gezichtjes toch veel voorkomen. Dat ik het veel zie, vind ik het toch af en toe leuk om op zo'n tijd een keer zo'n werkje te maken. Ja, Frankrijk, dat is altijd weer bijzonder om daar te zijn. Ik word een beetje weemoedig als ik weer naar huis ga. Omdat de natuur daar gewoon zo overweldigend en mooi is. Ik ben gek op het schilderen van beekjes. Het is toch weer een los thema aan zich geworden. Ik denk vanwege het water en die verschillende elementen van het landschap die eigenlijk samenkomen. Dus de ronde stenen, een beetje de grillige vormen en dan de weerspiegeling in het water.
De grilligheid van de takken en de kleuren van de bladeren. Het geeft een soort van primitief landschap ook wel een beetje. Als je daar bent, en ik vind het vooral bijzonder als ik daar dan gewoon lekker in mijn eentje zit te schilderen. Dat je daar dan zit en eigenlijk zo een beetje opgaat in die natuur. En vooral dat opgaan in de natuur en dan dat schilderen, dat geeft mij toch wel een extra laag aan het werk. Ik ben er altijd dan helemaal happy als het dan zo'n werk lukt en ik weet dat te vangen. Dan is het toch alsof ik een stukje mee naar huis kan nemen. Ja, ons dorp, niet te vergeten, heb ik ook een paar keer geschilderd. Ja, we wonen hier toevallig ook nog in een heel erg mooi dorp. Dus dat is misschien ook wel een reden om het een keertje te schilderen. En het is ook, dit zijn van die schilderijen die ik doe omdat ik dan tijd heb om te gaan schilderen. En dan kijk ik naar buiten en denk ik, goh, wat is de wereld eigenlijk mooi. En laat ik dat dan toch maar even gaan zitten. Dus het zijn eigenlijk van die hele spontane schilderijtjes die tussendoor gemaakt worden. Daar hoef ik niet echt over na te denken waarom ik het doe. Dat komt gewoon, dat gebeurt gewoon. Het tankstation in Groningen. Nou, ik heb hem al een aantal keer geschilderd. Ik ga hem nog een keer schilderen, tenminste dat is het plan. Waarom zou je een tankstation schilderen? Dat is toch, de meeste mensen zullen het volgens mij niet als iets automatisch als iets heel moois ervaren. Ik vind het wel heel mooi, want het is een tankstation wat een bijzondere locatie had in de stad. Ja, hij is inmiddels weg, alleen het gebouwtje daarachter, het winkeltje, is er nog. Dus ontworpen door de architect Dudok. En dat was niet de reden voor mij om te gaan schilderen. De reden eigenlijk voor mij was om daar te gaan schilderen, is omdat het voor mij ook een beetje hint naar de schilderij van Hopper. En dat heeft iets, weet je, de Amerikaanse schilder die eigenlijk half Amerika visueel in kaart heeft gebracht in die vroege jaren. Dat vind ik wel bijzonder aan het plekje. En natuurlijk ook dat het een soort, het is een soort open stukje waar alles een beetje samenkomt. Er is wel drukte, er zijn gebouwen, er zijn lampjes, stoplichten, kruispunten. En dan ook nog zo'n benzinepomp met toch wel hele grote abstracte vlakken. Ja, het was absoluut een mooi stukje. Jammer dat het weg is. Ik kopieer af en toe werken. Dit is een werk van de Amerikaanse zeeschilder Judd Wall. Het is een 19e eeuwse schilder. Wall spel je met W-A-U-G-H. Hij is wel op het internet te vinden. Hij heeft tot in de halverwege de 20e eeuw geschilderd. Als ik zeeën schilder, moet ik toch altijd wel een beetje aan zeezeeën denken. En dat was ook een reden om het te kopiëren. Kopiëren is heel leerzaam. Omdat je dan toch de kwaststreken en de compositie en het kleuren, eigenlijk treed je gewoon in de voetstappen van de schilder. En dat is heel leerzaam, dat je dan alle stappen weet te volgen. En dan snap je ook waarom hij de keuzes heeft gemaakt zoals hij ze heeft gemaakt, zeg maar. Nou, datzelfde kopiëren, dat heb ik ook een keer gedaan bij een schilderij van Ivan Sieskin, dat is deze. Die van hem is veel groter, die is van 2 bij 3 meter of iets in die verhouding. Vond ik ook bijzonder om na te schilderen, ook met diezelfde reden als het schilderij van Judd Wall. Juist om te voelen wat voor keuze die heeft moeten maken. En wat natuurlijk ook heel erg leuk is, is dat je natuurlijk zo'n werk wel zou willen bezitten, maar nooit zou kunnen betalen en het ook technisch onmogelijk is om zo'n ding aan te kunnen schaffen. En dan heb ik hem toch thuis hangen. Het is wel geen Judd Wall en geen Sieskin, maar slechts aan het vergissen, maar ik doe het ermee. Een klein werkje met de muis, of met de muizen. Hero, die net zijn vriendinnetje helpt ontsnappen uit het laboratorium. Spannende scène uit het nog te maken boek. Ja, het gaat allemaal niet zo heel rap, dat boek. Voor degene die dat een beetje heeft kunnen volgen, ik ben daar nou al hele lange tijd mee bezig. Maar dat is ook niet zo raar, want uiteindelijk doe ik heel veel andere dingen daarnaast. Zoals je nu allemaal hebt kunnen zien. En die muis, dat gaat dan tussendoor en dan
Tussendoor scheelde ik ook nog muizen die niet voor het boek bestemd zijn. Dus al met al blijft er weinig tijd over om wel schilderijtjes voor het boek te maken. Ik vind het zelf niet zo heel erg, want ik vind het hartstikke leuk om eraan te werken. En ik ga ervan uit dat het allemaal nog wel goed komt en dat ik het nog een keer klaar krijg. Dus, maar dit is in ieder geval één scène eruit. En, het wordt heel spannend in ieder geval. Hier staan wij voor een van mijn stillevens. Stillevens zijn voor mij geen potjes en pannetjes. Het zijn over het algemeen planten. Vaak ook nog wel de meest voorkomende planten. Zoals deze sneeuwklokjes. Nou ja, sneeuwklokjes in het bijzonder. Dat schilder ik graag omdat er natuurlijk in het voorjaar. Het is een teken voor het voorjaar. Hè. Dus na een lange winter verlang ik toch alweer naar het voorjaar. En dit is de boodschappen van het voorjaar. En ik heb de sneeuwklokjes al in verschillende settings geschilderd. Het aardige plantenschilder vind ik, zeker van de planten die normaal gesproken gezien worden als onkruid. Of als, nou ja, toch niet een hele belangrijke, mooie plant die je graag in een vaas binnen zou zetten. Maar het leuke daarvan is dat als je de juiste plant uitkiest die als onkruid wordt afgedaan, dat je ze eigenlijk verheft uit die context als onkruid. Je geeft het een belangrijkere betekenis als deel van die grote natuur. En nou ja, ik vind dat wel een boodschap die vind ik eigenlijk wel belangrijk.